Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 2 januari van Weerplaza. Vandaag is het best aardig. De zon schijnt vanochtend geregeld. In het oosten kan eerst nog een enkele bui vallen en de temperatuur ligt vanochtend tussen de 5 en de 7 graden bij een matige westelijke wind. Vanmiddag gaat het veranderen. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Het blijft nog wel op veel plaatsen droog en het wordt 7 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Tegen de avond gaat het van het westen uit regenen. En vanavond is het op veel plaatsen af en toe nat, bij een temperatuur van 5 tot 7 graden. En een matig tot harde wind, windkracht 7, langs de kust. Morgen hebben we te maken met de eerste storm van 2018. Vooral in het noordelijk kustgebied is kans op windkracht 9 of 10. Zeer zware windstoten van 110 km per uur zijn mogelijk en er vallen geregeld buien. Donderdag, vrijdag en zaterdag is het nog wisselvallig met een paar buien. De temperatuur ligt op de donderdag en de vrijdag tussen de 7 en de 9 graden. Zaterdag ligt het kwik rond een graad of 6. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.